Dit is Drenthe Nu van dinsdag 2 januari met vanavond duizenden euro's voor onder druk staande schaapskuddes. Natte najaar zorgt voor rooiproblemen en krijgt Drenthe weer een permanente ijsbaan. Het was vandaag een graad of 11. Jan Kuipers maakte deze foto vanuit Assen. Of het er de komende dagen ook zo uitziet, hoor je zo meteen van Aldert. Goedenavond. Een lage wolprijs, de wolf en blauwtong. Schaapskuddes komen voor de een na de andere uitdaging te staan. Maar er is hulp onderweg voor de ruim 2500 heideschapen in Drenthe. Dit is het Drents heideschaap. Een heel oud schapenras met een lang wollig staartje en sierlijk gedraaide hoorns. Als je denkt aan Drenthe, waar denk je dan aan? Nou ja, aan de schaapskuddes en de hunebedden. Maar ik zeg, ja, voor mij staat dat toch wel gelijk. Meer dan 60 ooien van de schaapskudde in Exlo zijn momenteel drachtig. Maar daarmee is de toekomst van het zeldzame ras nog niet veiliggesteld. Het ene probleem is de deur nog niet uit en de volgende is er alweer. Dus als je s'avonds wakker ligt, dan denk je er wel aan. Ja, zeker weten. De schaapskudde moest investeren in wolverende rasters. Daarnaast levert de verkoop van wol niet veel meer op. En tenslotte nemen de kosten bij de dierenarts toe, onder meer door het blauwtongvirus. En dat betekent soms een puzzel voor de penningmeester. Elk kwartaal ben ik wel aan het rekenen van wat komt er op ons af en hoe gaan we dat weer oplossen. Om ze hierbij te helpen krijgen 6 schaapskuddes in Drenthe nu bijna 30.000 euro van het Dynamo Fonds. Het fonds zet zich in voor het welzijn van dieren, het beschermen van natuur en landschap. Steady. Schaapskudde Exlo kan rekenen op 5.000 euro. Dat is voor dekking van de dierenarts en voor de extra hooi. En dat soort dingen kunnen we daarvan betalen. En dat is ook gewoon nodig. Met de blauwtong, als we moeten gaan vaccineren, dan hopen we dat het natuurlijk snel een vaccin voorkomt. Maar als dat er is, dan moeten we allemaal gaan vaccineren. Ja, dat zijn allemaal extra kosten die vorig jaar niet op de begroting stonden. En dan is er nog de continue dreiging van wolven die schapen aanvallen in Drenthe. Maar met een veld vol hoogdrachtige schapen hebben ze hier iets om naar uit te kijken. We beginnen het jaar weer positief, dus je moet altijd een beetje positief naar de toekomst kijken. Dus dat doen we eerst half januari met de nieuwe lammetjes, ja. Het is al wekenlang klets en kletsnat en dat is een probleem voor boeren die nog aardappelen en bieten in de grond hebben zitten. De grond is helemaal verzadigd en dat betekent dat het water blijft staan in plaats van dat het wegtrekt. En daardoor kunnen boeren niet met zware machines het land op. Ook dreigt er een nieuwe tegenvaller, er is vorst voorspeld. Aardappelverwerker AVB schat dat er nog 3 tot 5% van de aardappelen in de grond zit. De bietencampagne duurt nog tot eind januari. Ja, en er komt nog meer regen aan, waardoor het waterpeil opnieuw stijgt. Toch verwachten de 4 waterschappen in Drenthe geen problemen. Ze kunnen genoeg water kwijt op bijvoorbeeld het Lauwersmeer en IJsselmeer. De verschillende gemalen draaien harder dan normaal en daarmee houdt onze provincie droge voeten. Meer open, meer groen en vooral warmer en gezelliger. Het zuidelijk deel van het Emmer Winkelhart wacht een ingrijpende opknapbeurt. Het meest concreet zijn de plannen voor het voormalige V&D-pand, waarvan de werkzaamheden waarschijnlijk dit najaar starten. De centrummanager vertelt hoe het eruit komt te zien. De lokale projectontwikkelaar die gaat het pand hier achteraan pakken. De complete glasfaçade die we zien, die zal verdwijnen. Iedere winkel die daar zit, die zal zijn eigen gevel gaan krijgen. En zelfs het overdekte deel zal gaan verdwijnen. Dus openlijk groen de ruimte zien, het vriendelijke gevoel daarvan krijgen. Dat is echt de bedoeling in plaats van zoals het er nu uitziet. Het winkelcentrum is gewoon drie keer niks. Niet meer gezellig wat er vroeger was. En wat was er vroeger? Nou, veel meer winkels, gezelligheid. Nou, de gezelligheid is ver te zoeken ook met de jeugd natuurlijk. Dus en ja, daarom zeg ik van ook naar direct. Er blijft natuurlijk ruimte voor grote winkels, die zullen er ook blijven zitten. Maar er is ook zeker ruimte om op deze manier een afwisselend beeld van winkels te maken met kleine winkeltjes. Want daar zit meer toekomst in, begrijp ik, dan in grote winkels. Nou, in ieder geval doordat je daardoor een wat meer afwisselend beeld krijgt als je door de winkelstraat loopt. Dus je hebt wat meer mogelijkheden om te winkelen. Je ziet verschillende winkeltjes, waardoor je denkt, oh, daar wil ik wel naartoe. Dit moet het worden? Dit moet het worden, inderdaad. Een mooi open karakter met op de bovenetages extra ruimte voor wonen. En u zag net even hoe het wordt. Wat vindt u daarvan? Ja, super, super. Maar ik had het toch gezien. Ik had het inderdaad wel gezien. Heel mooi. Dan misschien dat ik er nog wel wil wonen.
Storm Hink is in aantocht. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor vanavond en vannacht. Vanaf 10 uur worden zware windstoten verwacht met een snelheid van zo'n 85 km per uur. En ook gaat het flink regenen. De waarschuwing geldt tot 4 uur vannacht. En de eerste nieuwjaarsbaby's zijn geboren. In het Treant ziekenhuis kwam baby Jurre ter wereld. En in het WZA maakten de kerstverse ouders meteen gebruik van de nieuwe wetgeving. Het kindje heeft nu namelijk een dubbele achternaam. Een Nederlandse en een Spaanse. En het is dit tijd voor de goede voornemens. En meer sporten is elk jaar weer populair. En daarom nam Aaldert in Opjak een bezoek aan de sportschool van Sem Schild in Zuid-Laren. En hij heeft wel een paar goede tips. Als je dan geen sportschool ter beschikking hebt, wat zou dan je eerste advies wezen? Nou, gewoon kijken. Inderdaad, wandelen. Tijdens het wandelen daag jezelf uit. Hè? Wandel een stukje wat sneller. Je kan natuurlijk altijd thuis kan je opdrukken, push-ups maken of buikspieroefeningen. Doe iets wat je leuk vindt. Yeah. Er zijn zoveel verschillende sporten. Zoek een sport die je wel leuk vindt. Als het maar beweging is. Als het maar beweging is, ja. Als het een beetje mee zit, komt hij er binnen 2 jaar. Een nieuwe overdekte ijsbaan in Assen. Tenminste, dat is de hoop van Bert Jonkers van de KNSB. Hij ging met verslaggever Stefan Klomp naar de plek waar de ijsbaan vroeger stond en waar hij nu weer zou moeten komen. We staan hier nu midden op wat vroeger de 400 meterbaan was van de Bontewever van de Buitenbaan. Nou, dit is vanaf 1971 ongeveer een ijsbaan geweest tot 2016, dus heel veel jaren. En ja, ik heb hier zelf voor zo'n 33 jaar lang ook geschaatst, dus elke winter weer. Dus dat is eigenlijk best een historische en leuke plek eigenlijk om nog eens weer te staan. En jammer dat het nu geen ijsbaan meer is. Ja, we lopen hier nu op de parkeerplaats. Maar hier was op dezezelfde plek was dus eerder de 400 meter baan. Waarvan je nu nog kunt zien dat daar de bocht is die, waar we altijd rondreden. Dus die contouren zijn hier nog helemaal zichtbaar. Op zich wel heel mooi en herkenbaar. Dat je eigenlijk rijdt op de plek waar je vroeger geschaatst hebt. En dan zie je daar aan die kant de plek waar de Zambonis het ijs op kwamen. Dat is aan de rechterkant het wat lagere grijze gedeelte. Met links daarvan het vroegere Kluunplein waar je je schaatsen onderdeed en waar je het ijs op kwam. En ja, dat is nu allemaal congresruimte of restaurant. En heel anders dus. Nu is er weer een ondernemer die een nieuwe baan hier in Drenthe wil realiseren. En daar zijn we inmiddels al 2 jaar mee aan het voorbereiden. En de kansen zijn nu reëel dat er een baan gaat komen. Het wordt een baan zoals je die hier op de achtergrond ziet. Vooral ook voor kinderen om plezier te krijgen in het schaatsen. En voor mensen om recreatief bezig te zijn op het ijs. Dus dit is een heel mooie afspiegeling van hoe het gaat worden. Er is een onderzoek geweest door de provincie Drenthe in het afgelopen jaar. En er zijn 2 plaatsen genoemd, Meppel en Assen. En ja, in principe staat voor beide de opties open. We zullen zien wat dat gaat opleveren. En inmiddels heeft Assen zich wat meer proactief getoond. Maar beide opties staan echt nog open. Als alles soepel verloopt, zouden we in het winterseizoen 2025-2026 wellicht al kunnen schaatsen. Hoe groot acht u de kans dat Drenthe inderdaad een baan krijgt? Dat de baan er gaat komen? Nou, in ieder geval meer dan 50%. Ach, moet het aanrepen diepen hier bij Assen toch misschien best zien doen om al dat overtollige water af te voeren. Nou, ik kan je verzekeren, hier is dan vandaag wat aan de gang. Want vanmiddag regent het, vanavond regent het. Uiteindelijk giet die regen over in buiten, van de regen in de drup zou je kunnen zeggen. Bij dat alles stiet het nog een vrij stevige zuidwestenwind. En koud wordt het zeker niet. Vannacht blijft de temperatuur hangen op zo'n 9 of misschien wel 10 graden. Uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht wat rustiger. Morgen overdag is er dan nog niet al te veel wind. Uit het zuidwesten, een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind. Wel valt er buiten. Stevige buiden kunt het ook wezen. Er kan zelfs een klap onweer in zitten. En de temperatuur ook dan hoog voor de tijd van het jaar. Zo'n 9, misschien 10 graden. Maar tijdens buiden, dan giet de temperatuur gevloeilijk naar beneden. Ook donderdag nog een stuk of wat buiden. Die bent niet meer zo fors en zo talrijk als van de woensdag. Ook was mooie, droge momenten dus ertussendoor. Temperatuur nog vrij hoog, zo'n 8, 9 graden.
Ja, en vrijdag, dan komt er wat hoge druk dichterbij. Vanuit het noorden, dat betekent dat de wind bijdraait naar het noordoosten. Het wordt wat frisser, ook wat droger. Vrijdag zo'n 6, 7 graden. En zaterdag overdag maar 4 graden meer. En s'nachts kan het een graadje gaan vriezen. Nou ja, of dat, dat iets van een winter die wordt, dat moet allemaal nog blikken. Tot die tijd met er nog heel wat water naar de Noordzee. Tot zover het nieuws van deze eerste dinsdag van het jaar. Blijf op de hoogte via de app of rtvdrenthe.nl. Lees daar bijvoorbeeld dat omwonenden bang zijn dat hun herdenkingsplantsoen in Emmen wordt volgebouwd. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen. Dag.